Het was laat in de middag. Anderhalf uur geleden had ik mijn hete hoofd ondergedompeld in de betonnen waterbak bij een openbare kraan. Alsof je een gloeiende pan onder een koude straal houdt. Zo groot was het temperatuurverschil geweest. Proestend was ik weer boven gekomen. Van dat sprankelende gevoel was niets meer over. Het was benauwd. Mijn hoge hartslag bonkte in mijn slapen. Ik slurpte het bodempje water uit mijn bidon. Leeg. Stom dat ik niet een tweede houder op mijn frame had gemonteerd. Voor me bleef het asfalt oplopen. Ik kon geen moment bijkomen. Doorfietsen. 20 meter verderop stond in de berg een houten bordje. Het had de vorm van een pijl. Mona Lisa. 500 meter was erop geschilderd. We zijn in het plaatsje Montbrun. Achter de Van Toe slingert de Col de l'Homme, een berg van de eerste categorie. En het decor van een verhaal van Wilfried de Jong dat hij heeft geschreven, Mona Lisa. Het verhaal gaat over dat hij aan het fietsen is, dat het loeiheet is, eigenlijk precies zoals vandaag. Dat hij op zoek gaat naar water, bij een giet komt waar niemand is. Hij vult zijn bidon en schrikt zich te pletteren omdat achter hem de uitbaatster van de B&B ineens in de deurpost staat. Fictie, zegt hij zelf. We gaan polshoogte nemen. We gaan hem opzoeken. Mona Lisa. Op zoek naar Mona Lisa. Geen idee waar die staat. Ik reed het bordje voorbij. Waar kon ik me nu op richten? De laatste teug uit mijn bidon had niet geholpen tegen de dorst. Mijn tong lag droog in mijn wijd opengesperde mond. In de verte stond eenzelfde pijl. Ik praatte op mezelf in. Als ik de pijl haalde, zou ik zonder afstappen boven komen. Het pijltje werd een pijl. Mona Lisa stond er weer op. De letters nu 2 keer zo groot als op het vorige bordje. Met de als extra aanduiding lavande. De pijl wees schuin naar beneden. Om duidelijk te maken dat je van de stijgende asfaltweg af moest. Hij is dus hier ergens. Komt hij zonder water. Ik denk al een poosje, man. Want de nood was hoog. De nood was hoog. Hallucinant. Misschien is het daar. Hier, Barret. Hier zou het toch wel een beetje moeten zijn. Barret, nous sommes prêts. Er staat een bordje. Er staat wel iets anders op. Pad omlaag. Dat zou serieus kunnen. Maar waarom staat er... staat Maria. Wel een chambre d'hôte. Dit moet het toch zijn? Malia. Mona Lisa. Malia. En is die bovenste plank nieuwer dan die 2 onderste? Ja. Dit moet het zijn. Het voelt aan alles, ja toch? Had hij ook niet een anekdote over dat dit bord was vastgemaakt aan een soort paar verkrekte boomtakken? Ja. Of zoiets dergelijks? Deze takken zijn wel verkrekt. Met uitzicht op de Van Toe? Ja, ik... Zullen we heel even kijken? Ziet Mona Lisa? Ja, ze hebben het overgeschilderd. Alsof ze niet willen dat de Nederlanders hier op een soort van semi-bedevaart gaan. Maar als ik het dus goed begrijp, als wij hier linksaf zouden staan, we zouden aanbellen, aankloppen. Dan komen wij dus in een casa. Yo gast, even niet. Oh, al die anacondas. Dan komen wij dus in een casa, waar ook Gino... Fausto? Ja man, Herrera aan de muur. Herrera aan de muur. En de Jong. Monsieur Lejeune ook is geweest. En Stefan Bolt. Zou het kunnen zijn dat... Ze was al best wel oud, toch? Ja, hij schatte er een jaar of 60, dus ik gok dat de dochter ze het heeft overgenomen. Ja, ze zou wel jouw benen scheren, denk ik. En ze kent mijn VO2 Max. Ja, ze weten alles van beroepsrenners. Gekke Maria. Zou ik gaan verkennen? Ga maar, ja. Ga je de sterven gaan groeten? Ik denk als hij zo'n glaasje bessensap krijgt, een bordje pasta, zie je hem niet meer terug, man. Ik ga gewoon alleen naar huis. Denk ik. Hij mag hier ook helemaal niet in, voor privé. Check dat. Een onverhard pad leidde naar beneden, ik stapte af. Met kleine passen en aangetrokken remmen liep ik naast mijn fiets.
Aan het eind van het pad doemde een oud stenen huisje op. De pannen op het schuine dak waren overwoekerd door klimop. Ik liep om het huis heen en zocht naar een tappunt voor water. De azuurblauwe luiken voor de ramen waren dicht. Tegen de buitenmuur stonden keurig bijgehouden bakken met bloemen, tijm en lavendel. Nergens een kraan. Ik deed mijn helm af en hing hem aan het stuur. Voor de deur hingen plastic slierten die moesten verhinderen dat er ongedierte naar binnen vloog. Langzaam duwde ik met mijn hoofd de slierten opzij. Hallo, bonjour! Mijn ogen moesten wennen aan het donker. Het rook weeg naar vochtig beddengoed. Ik deed een paar passen naar binnen. In de hoek stond een eenpersoonsbed met een rommelig laken erop. In het midden van de ruimte zag ik een ronde metalen terrastafel met twee plastic stoelen. Tegen een muur was een Fornica keukenblok geplaatst met een kraan. Gelukkig. Ik denk dat ze nu zijn benen aan het scheren zijn. Ik denk dat de pasta ook kookt op het moment. Misschien wordt op een zeker moment deze chambre dood wel omgetoverd tot Casa di Stefano, ik weet niet. Hij is blij, man, hij is blij. Hij is gewoon in dezelfde ruimte als waar Bartali en Coppi en al die grote spelers vertoefd hebben. Maar ja, ik sta hier al wel een half uurtje. Ah, maakt niet uit. Is oké. Beetje in mezelf praten, je weet toch. Ik ben dus naar binnen geweest. Ze hebben echt geen idee. Maar we gaan ze even vragen. Het is goed vol. Zo niet. Hier liep hij, hè? Hier liep hij. De mythe, de legende. Hallo. So the story is about the cyclist, the writer, who comes short of on the climb of the Col de l'Amour, comes short of water. So the Col de l'Amour is the area, and he stops right here. Okay. Actually, Mona Lisa had some songs. The previous owners, they met in a bar, and he's a singer as well. Yeah. And he was singing the song Mona Lisa and they fell in love. And so they said, okay, we'll call our chambre the Mona Lisa. And why Maria? Because I'm Manuel and she's Liana. Ah. So Maria. It's easier. The guy is also writing in the story about that he got that the lady is making pasta for him. And okay. Also starts with pouring in some kind of juice made from berries. So that's maybe probably this. That's the thing, he knows so much. Also the berries. You don't know where reality ends, and fiction starts with this guy. Dehydration is hallucination. Yeah, hey, man. Let's get it. Talking about dehydration, the story starts with the fact that he's dehydrated. Okay. Can we maybe fill our... Yeah. We gaan fietsen. Ik weet nou nog steeds niet of we nou het verhaal busted hebben of niet. Misschien is het wel helemaal geen fictie. Who knows? We'll never know. Ciao. Les regarde-t-elle, quelle pourrait être en se disant pourquoi pas.